We beginnen met het overnemen van het elektrische schema. We hebben drie weerstanden hier. Staan in serie met één weerstand hier. Staat in serie met deze blok. Voilà. En dan zijn we volledig rond. We schrijven er even de getallen bij. Hier is onze totale spanning gelijk aan 10 volt. Het is weerstand 1, weerstand 2, weerstand 3, weerstand 4, weerstand 5, weerstand 6, weerstand 7, weerstand 8. We schrijven er even de getallen bij. Deze is 10 ohm, deze is 12 ohm, deze is 20 ohm. Dit heeft een weerstand van 5 ohm. Hier heb je een weerstand van 1000 ohm, 100.000 ohm, eentje van 2000 en eentje van 1800. Zo, we gaan ze hier even overnemen. Dus we hebben hier drie weerstanden in serie met 1. Zo, weerstand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. We gaan in deze stap deze twee weerstanden samennemen 5 en 6 en deze twee weerstanden samennemen 7 en 8. Begin, einde, dus deze staan in serie. Ook 7 en 8. Begin, einde, begin, einde. Dus we kunnen die makkelijk berekenen. De weerstand 5, 6 is weerstand 5 plus weerstand 6. Is dus 1000 plus 100.000. Is dus 101.000 ohm. En weerstand 7, 8 is weerstand 7 plus weerstand 8, is dus 2000 plus 1800, is 3800 ohm. Dat leidt ons tot deze situatie. 1, 2, 3 weerstanden, vierde hier. Zo. Steeds weerstand 1, weerstand 2, weerstand 3, weerstand 4, dit is weerstand 5, 6 en dit is weerstand 7, 8. 5,6 is gelijk aan 101.000 ohm en 7,8 is gelijk aan 3800 ohm. Nu gaan we in één stap deze drie weerstanden samennemen en deze twee weerstanden samennemen. Deze drie weerstanden staan in parallel. Al hun beginnen hangen aan elkaar. Al hun eindes hangen aan elkaar. Ook deze twee weerstanden staan onderling in parallel. Hun beginnen hangen aan elkaar. En hun eindes hangen aan elkaar. Dus we gaan deze hier even berekenen. 1 gedeeld door weerstand 5, 6, 7, 8 is dus 1 gedeeld door weerstand 5,6 plus 1 gedeeld door weerstand 7,8 is dus 1 gedeeld door 101.000 plus 1 gedeeld door 3800. Als we dat uiteindelijk gaan uitrekenen, dan blijkt dat weerstand 5, 6, 7, 8 is gelijk aan 3666,2 ohm. Dus deze situatie ziet er alvast zo uit. Dus we krijgen nu een weerstand 1, 2, 3.
met een bepaalde grootte. Die berekenen zo meteen. Een weerstand 4, die kennen we al. En een weerstand 5, 6, 7, 8. Waarvan we berekend hebben dat die 3666,2 ohm is. Moeten we dus nog berekenen. 1 gedeeld door weerstand 1, 2, 3 is gelijk aan 1 gedeeld door weerstand 1 plus 1 gedeeld door weerstand 2 plus 1 gedeeld door weerstand 3. En als we dat gaan berekenen, dan blijkt uiteindelijk dat weerstand 1, 2, 3 gelijk is aan 4,286 ohm. 4,286 ohm. En deze drie weerstanden kunnen we nu in één keer omzetten naar onze laatste weerstand, onze vervangingsweerstand RV. Ze staan in serie. Als we doorlopen, begin, einde, begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus we kunnen hier berekenen dat onze vervangingsweerstand gelijk is aan weerstand 1, 2, 3 plus weerstand 4 plus weerstand 5, 6, 7 en 8. Dat levert ons een getal op van 3671,5 ohm. 3671,5 ohm. Dus dan zitten we in deze situatie. We hebben dan dit schema waarin de vervangingsweerstand gelijk is aan 3671,5 ohm. En hier onderaan is mijn totale spanning gelijk aan 10 volt. Dus hier kunnen we onze stroomsterkte gaan berekenen. Wat is onze I totaal? We weten R is U gedeeld door I. Als en slechts als. I is U gedeeld door R. In dit geval, mijn I totaal is mijn totale spanning gedeeld door mijn vervangingsweerstand. Is dus 10 gedeeld door die 3671,5. Dat zal een klein getal opleveren, namelijk 0,00273 ampère. Dus hier stroomt 0,00273 ampère, gaat zich hier opsplitsen in 3 onze stroomsterkten, komt hier weer samen. Dus we weten al dat ook hier 0,00273 ampère zal stromen, die zich hier weer in 2 zal splitsen om uiteindelijk hier weer samen te komen. Nu kunnen we stap voor stap teruggaan naar onze vorige versies. We beginnen hiermee. Weerstand 1, 2, 3, weerstand 4 en weerstand 5, 6, 7, 8. Deze staan in serie. Begin, einde, begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus ik kan deze opsplitsen in 3 zaken. 1, 2 en 3. Hier hebben we weerstand 1, 2, 3. Die is gelijk aan, hebben we daarboven berekend, 4,286 ohm. Hier hebben we weerstand 4. Die is gelijk aan 5 ohm. En hier hebben we weerstand 5, 6, 7, 8. Die is gelijk aan 3666,2 ohm. Zoals ik daarnet al vermeldde, deze staan in serie. En wat we bij serie weten is dat als de stroomsterkte hier, als we die berekend hebben als zijnde 0,00273 ampère, dat die ook hier en hier hetzelfde zal zijn. Dus we weten I 1, 2, 3 is gelijk aan 0,00273 ampère. En we weten dat dus ook hier. I4 is gelijk aan 0,00273 ampère. En I5
6678 is gelijk aan 0,00273 ampère. Want bij serie blijft mijn stroomsterkte constant. Rest ons enkel nog om de spanning te gaan berekenen. R is U op I. Zo, als en slechts als. U is R maal I. In dit geval U 1, 2, 3 is R 1, 2, 3 maal I. 1, 2, 3. Dat is dus die 4,286 maal de 0,00273. Dat levert hier een spanning op van 0,0117 volt. We kunnen hetzelfde doen hier. U4 is R4 keer I4. Dat is gelijk aan 5 keer die 0,00273. En dat brengt ons op een getal van 0,0136 volt. We doen hetzelfde hier. Spanning van 5, 6, 7, 8 is gelijk aan weerstand 5, 6, 7, 8 maal stroomsterkte 5, 6, 7, 8. En dat levert ons dus 3666,2 keer 0,00273. Levert ons dat een spanning op van 9,98 volt. We hebben van één van onze weerstanden dus al alles kunnen berekenen. We gaan ook even uitzetten wat we tot nog toe aan getallen al hebben. We hebben dus berekend dat over deze volledige blok 0,0117 volt zich zal strekken. Over deze blok 0,0136 en over deze volledige blok 9,98 volt. Nu, op zich kan je zeggen, waarom gaat die 10 volt zich volledig op die rechtse blok gaan zetten? Dat is natuurlijk omdat die weerstand van die rechtse blok zoveel groter is. Hier heb je maar een weerstand van 5. Hier heb je maar een vervangingsweerstand uiteindelijk van, even kijken, 4,3. En de grootste weerstand is die ganse rechtse blok. Die is 3666 ohm. Dus de meeste spanning gaat zich ook daarop zetten. Maar de som is nog altijd 10. 0,01 plus 0,01 plus 9,98 levert ons dus 10 volt op. We gaan nu een stapje verder terug. We gaan van hier naar deze situatie. Dan hebben we weerstand 1, weerstand 2 en weerstand 3. Weerstand 4 die stond er al, en weerstand 5, 6 en weerstand 7, 8. Schrijf ze er even bij. 1, 2, 3, dit is 4, dit is 5,6 en dit is 7,8. Dus daar zijn we er nog niet. Deze staan in parallel. Begin, begin, begin hangt aan elkaar. Einde, einde. Einde hangt aan elkaar. Ook deze staan parallel. Begin, begin hangt aan elkaar. Einde, einde hangt aan elkaar. Dus als we die even gaan opsplitsen, dan ziet dat er zo uit. R1 is R2 is R3 is. Hier waren we er al en deze gaan we nu opsplitsen in R5,6. En R7,8. Dan even de getallen erbij schrijven. R1 is 10 ohm, R2 is 12 ohm, R3 is 20 ohm. R5,6 is 101.000 ohm, R7,8 is 3.800 ohm. Dat hadden we hierboven al berekend. In beide gevallen staan ze dus in parallel. Hier staan ze in parallel. En hier staan ze in parallel. En wat we van parallel weten is, daar straks hebben we berekend dat er over deze volledige blok een spanning staat van 0,0117.
Dus ook over elk van deze afzonderlijk zal er een spanning staan van 0,0117. We hebben ook berekend dat over deze blok een spanning staat van 9,98 volt. Dus zal ook over de twee delen hier een spanning staan van 9,98 volt. Want dus de spanning blijft een constante en hier blijft dus ook de spanning een constante. Maar pas op, twee blokken, dus twee verschillende spanningen. U1 is 0,0117 volt. U2 is 0,0117 volt. En U3 is 0,0117 volt. Hier is U5,6 gelijk aan 9,98 volt. En hier is U7,8 ook gelijk aan 9,98 volt. Rest ons in alle gevallen dus nog om de stroomsterkte te berekenen. Dan zien we dus dit. R is U op I. Als en slechts als I is U op R. I1 is U1 op R1. Dat is dus gelijk aan 0,0117 gedeeld door 10. Is dus een mini stroomsterkte van 0,00117 ampère. We doen hetzelfde hiervoor. I2 is U2 op I2. Dat is dus die 0,0117 gedeeld door 12. Dat levert een stroomsterkte op van 0,000972 ampère. En hier als stroomsterkte I3 is dus U3 op R3 is 0,0117 gedeeld door 20. En dat levert ons 0,000583 ampère. Dus je ziet drie hele kleine stroomsterktes. Maar dat is ook logisch, want als we die drie stroomsterktes optellen, dan komen we uiteindelijk maar bij 0,00273 uit. Dus het is logisch dat deze heel erg klein zijn. Dus we hebben al van onze weerstand 1, van onze weerstand 2 en van onze weerstand 3 nu berekend wat de deelstromen en de deelspanningen zijn. Rest ons dus nog één laatste stap straks om de weerstanden 5, 6 en 7, 8 op te splitsen. Eerst even de stroomsterkte nog berekenen. I5,6 is U5,6 gedeeld door R5,6. Weer even de juiste kleur nemen. Dat levert ons een stroomsterkte op, dus dit moet zijn 9,98 gedeeld door 101.000. Dat is een stroomsterkte van 9,98 maal 10 tot de min 5e ampère, dus zeer klein. En aan de andere kant heb je dus I7,8, dat is U7,8 gedeeld door R7,8. Dat is dus die 9,98 gedeeld door 3800. Dat levert ons ook een zeer kleine stroomsterkte op van 0,002626 ampère. Ziezo, we kunnen overgaan naar de allerlaatste stap. Dat is dus deze. Deze staan er al. Weerstand 1, weerstand 2, weerstand 3. Dan heb je weerstand 4. En nu kunnen we deze opsplitsen in weerstand 5 en weerstand 6. En onderaan in weerstand 7 en weerstand 8. Even nog eens erbij schrijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Dus deze kunnen we beide nog eens gaan opsplitsen. Dit naar weerstand 5 is gelijk aan 1000 ohm. En weerstand 6 is gelijk aan 100.000 ohm. Deze kunnen we opsplitsen in weerstand 7, 2000 ohm.
En weerstand 8, 1800 ohm. Ze staan beide in serie, want begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Ook hier begin, einde, begin, einde. Het begin van de volgende hangt aan het einde van de vorige. Dus we weten hier, dit was serie, dit was serie. En wat weten we bij serie? Dat we hebben daar straks berekend dat de stroomsterkte hier een bepaald getal was. Dus als we die gaan opsplitsen, dat diezelfde stroomsterkte zich hier gaat voortzetten. Dus de I is een constante hier en de stroomsterkte is ook een constante daar. Het zijn wel niet zo'n mooie stroomsterktes natuurlijk, dat wisten we al. I5 is dus gelijk aan 9,98 maal 10 tot de min 5e ampère. I6 is 9,98 maal 10 tot de min 5e ampère. Dat is die stroomsterkte voor de bovenste. Hier weten we I7 is gelijk aan 0,002626 ampère. En I8 is ook gelijk aan 0,002626 ampère. Er rest ons dus alleen nog maar om de spanning te gaan berekenen. Die ziet er dus zo uit. U5 is gelijk aan R5 maal I5. Is gelijk aan 1000 keer 9,98 maal 10 tot de min 5e. Dat wil zeggen 9,88, excuseer, maal 10 tot de min 2e. Als we dat hier gaan berekenen, U6 blijkt gelijk aan 9,88 volt. U7 is gelijk aan 5,25 volt en U8 is gelijk aan 4,72 volt. Dus wat zien we hier bovenaan? Over die eerste weerstand zet zich bijna niets. 9,88 maal 10 tot de min 2e, dus 0,09 volt. Maar over dat tweede deel zet zich dus 9,88 volt. De som is 9,98. En hier onderaan, de ene gaat 5,25 op zich nemen, de andere gaat 4,72 op zich nemen. De som is ook hier weer 9,98 volt. Zodat welke weg je ook doorloopt, 0,0117 plus 0,0136 plus 0,09 plus 9,88 komt 10 uit. Of een andere weg, bijvoorbeeld hier, 0,0117 plus 0,0136 plus 5,25 plus 4,72. Dus de onderste tak levert ook weer 10 volt op. We zijn er. Dat wil zeggen, we hebben van al onze weerstanden, weerstand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, hebben we alle deelstromen en deelspanningen berekend. Dus waarom leverde deze opgave zo'n kleine getallen op? Ja, als die weerstand hier zo groot is, die 100.000, dan starten we al met een kleine waarde voor onze totale stroom. En die moet zich ook nog eens opsplitsen in nog kleinere stukken bij die parallelschakeling. En ten tweede, waarom neemt deze blok nu zoveel spanning op zich? Ook omwille van de grote weerstandswaarde hier, gaat dus hier alle spanning naartoe gaan en blijft er dus maar weinig over voor de andere twee takken.